Best for soil. Anaerobe grondontsmetting. Voordelen en nadelen. In een andere video laten we zien wat anaerobe grondontsmetting is. ASD. Hoe je dat aanpakt. Het is een hele mooie techniek, maar er zijn voor- en nadelen en daar gaat deze video over. Wat is ASD? De term ASD betekent anaerobe grondontsmetting. Het is een methode die tijdelijk anaerobe omstandigheden in de bovenste bodemlaag creëert. De meeste ziekteverwekkers en aaltjes zijn niet in staat om dergelijke omstandigheden te overleven en verdwijnen daardoor. ASD is de toepassing van 1 ton vers plantmateriaal, gas of groenbemesting per hectare per centimeter diepte te ontsmetten grond. Vaak wordt 40 ton per hectare verwerkt in 40 centimeter bodemdiepte. De grond moet nat. Of in ieder geval goed bevochtigd zijn. Het oppervlak wordt afgedekt met zo goed als ondoordringbare folie (VIF). Afhankelijk van de doelorganismen moet het er minimaal zes weken op liggen. ASD is zeer effectief in het bestrijden van veel aaltjessoorten. Bijvoorbeeld wortelessie-aaltjes, aaltjes aardappelcisteaaltjes, de wortelknobbelaaltjes Meloidogine, Chitwoodi, Phallax en Incognita, en zelfs het stengelaaltje, Ditulentes, Diepsaki, gaan sterk achteruit. De schimmels Rhizoctonia solani AG3, Verticillium dahlia en Sclerotinia sclerotiorum overleven een goed uitgevoerde ASD niet. ASD wordt met succes toegepast in de aardbeienteelt. En de bestrijding van Verticillium dahlia en in de asperges wordt de herimplantziekte Fusarium oxysporum Fsp asparagi bestreden. Omdat alleen organisch materiaal en water in de bodem wordt verwerkt, blijven er na het bestrijdingsproces geen ongewenste chemische stoffen in de bodem achter. De grond wordt niet gesteriliseerd zoals bij het stomen. Veel nuttige organismen zullen ASD overleven en herstellen binnen enkele dagen en sommige van hen zelfs binnen enkele uren na het verwijderen van het folie. Sommige soorten hebben geen last van ASD. Voorbeelden zijn de trigodoriden, ook wel vrij levende aaltjes genoemd, die het tabaksratelvirus overdragen. Rhizoctonia AG2, die in wortelen en suikerbieten problemen geeft. En de problemen met pythium kunnen verergeren na de toepassing van ASD. Dus voordat je ASD gaat gebruiken, moet je weten welke plagen of ziekten er in het veld zijn en nagaan of ASD in die situatie een effectieve methode is. ASD is niet effectief bij bodemtemperaturen onder de 15 graden Celsius. Dit betekent voor noordelijke landen dat de methode in het zomerseizoen moet worden toegepast. Om ASD toe te passen, moet u een hoofdgewas kiezen dat vroeg geoogst wordt. Sla, erte en winterkerst zijn enkele voorbeelden. Vrijwel ondoordringbare folie, VIF, moet worden gecontroleerd op beschadigingen. Gaten moeten zo snel mogelijk worden gerepareerd, omdat er zuurstof indringt in de bodem, wat een effectieve bestrijding verhindert. De VIF kan slechts één keer worden gebruikt en kan niet worden gerecycled. Dit maakt de methode duur. Alternatieven zoals een spuitbare coating of andere plastics die recycled kunnen worden, worden onderzocht. Op dit moment is deze methode haalbaar voor hoogsalderende gewassen, zoals asperges, aardbeien of voor de behandeling van eerste introducties op kleine oppervlakte. Ook nuttige bodemorganismen die regelmatig zuurstof nodig hebben, zoals regenwormen, zullen het ASD-proces niet overleven.